Wie aan Pasen denkt, denkt ook aan Pasen. We mogen wel zeggen, geen Pasen zonder Pasen. Voor kinderen is het altijd spannend om de Pasen te gaan zoeken die de klokken hebben gebracht. Mensen geven van ouds elkaar Pasen, al dan niet van chocolade. Bij onze paasvieringen krijgen de kerkgangers ook dit jaar bij het verlaten van de kerk paaseitjes. En al heel wat jaren is er in Holsbeek met Pasen de paaseierenworp. Tussen de Sint-Mauruskerk en de pastorie vliegt een klok enkele keren op en neer en strooit voor de kinderen paaseieren. Welke link hebben paaseieren nu met ons christelijke paasfeest? Iedereen weet dat uit een ei een kuikentje kan komen. Na een tijd van broeden breekt en barst het ei open en komt er nieuw leven uit tevoorschijn. Er is ineens grote verandering. Er is leven. Eigenlijk is dat ook wat we vieren met Pasen. Jezus was gevangen genomen. Men had hem gemarteld en aan een kruis laten sterven. Zijn lichaam hadden ze in een rotsgraf neergelegd. Op de derde dag is hij uit de doden opgestaan. Daarmee heeft hij laten zien dat hij niet zomaar een profeet was of een buitengewone mens, maar dat hij de Zoon van God was. Dat lijden, sterven en verrijzen was niet zomaar iets. Het heeft ook allemaal met ons te maken. Jezus Christus heeft dat gedaan voor elk van ons persoonlijk. Door dat lijden, sterven en verrijzen heeft hij goed gemaakt wat op de eerste bladzijde van de Bijbel misging. Door dat lijden, sterven en verrijzen is de vriendschap tussen God en mens hersteld. Is de hemelpoort voor elk van ons geopend en heeft de zonde en de dood nooit meer het laatste woord. Dat is nogal wat als je daar zo over nadenkt. Met Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen gedenken wij wat Jezus Christus voor elk van ons persoonlijk heeft gedaan. Als christenen met Pasen elkaar dan paaseieren geven, is het niet alleen een leuk en lekker geschenkje, maar bovenal een wens dat je mag geloven in het nieuwe en het eeuwige leven dat we binnen handbereik hebben als we in Hem geloven die voor ons geleden heeft, gestorven en verrezen is. Zoals het leven verborgen ligt in een ei en op een moment openbarst, zo is Jezus, de Zoon van God, uit de doden opgestaan. De steen rolde weg en heeft hij de dood het laatste woord ontnomen. Voor ons christenen klinkt bij elk paasei de boodschap die de kerk met Pasen overal ter wereld verkondigt. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Zalig Pasen voor u en uw dierbaren.